Ben je ook iemand die meerdere ballen hoog kan houden en ben je op zoek naar een gevarieerde baan? Kijk dan verder naar dit filmpje waarbij meerdere collega's vertellen hoe leuk het is om bij ouderspsychiatrie te werken. Hoi, mijn naam is Ant Carlas. Ik ben verpleegkundig specialist in de divisie ouderen. Ik werk in het team ambulant ouderen op de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is eigenlijk in ouderenpsychiatrie erg interessant omdat er vaak sprake is van een complexiteit die niet bij alle doelgroepen voorkomt. Er zijn veel factoren die invloed kunnen uitoefenen bij onze oudere patiënten. Je kunt daarbij denken aan het ontstaan van cognitieve stoornissen, meer aanwezigheid van lichamelijke problemen, verslavingsproblemen en natuurlijk de bijkomende sociaal-maatschappelijke problemen. We kunnen gebruik maken van een klinische setting. We hebben een uitgebreid deeltijdsprogramma. We kunnen de patiënten op de polykliniek ontvangen, maar ook kunnen we patiënten thuis opzoeken. Hallo, ik ben Mieke Prins. Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling Ouderen, Ambulant Zuid-Hollandse Eilanden. We hebben meerdere locaties waarvanuit wij het werkgebied bedienen. Onder andere in Spijkenisse, Capelle aan de IJssel en Rotterdam. En omdat de afstanden naar onze locaties groot zijn en omdat de mensen heel vaak minder mobiel zijn, bezoek ik ook patiënten thuis. Dat is heel bijzonder om mensen in hun eigen omgeving te kunnen spreken. U komt overal op veel bijzondere plekken. Dat maakt mijn werk echt heel erg leuk. Ik ben Martin Schaap, werkzaam als psychiater bij Antus Ouderen Rotterdam. De plek waar ik ook 10 jaar geleden opgeleid ben tot psychiater. Ik werk voor het Ouderen ACT-team. Dat is een team dat zich richt op zorgwekkende, zorgmijnende ouderen in de stad Rotterdam. We komen daarom dus op heel veel bijzondere plekken. We zien van alles aan huishoudens. We werken vanuit een multidisciplinair team en werken ook veel samen met ketenpartners en andere sociaal-maatschappelijke organisaties. Nou, ik ga nu weer verder op huisbezoek, nog 5 kilometer fietsen. Ben je na het zien van het filmpje net zo enthousiast over ouderenpsychiatrie ambulant als wij? Neem dan zeker contact op. Een dag meelopen is mogelijk, meer informatie is mogelijk, gesprekken met een bepaalde discipline. Alles is mogelijk. Neem daarvoor contact op via onderstaand nummer en dan hebben we het over de mogelijkheden.